Om JavaScript uit te voeren, gaan JavaScript engines typisch gebruik maken van het zogenaamde event loop model. Waarbij engines typisch een zogenaamde macro task queue zullen bijhouden, die eigenlijk verschillende taken bevat die in volgorde zullen uitgevoerd worden. Nu bij die taken, dat zijn bijvoorbeeld taken die geregistreerd kunnen worden wanneer een ontwikkelaar een bepaalde clickhandler toevoegt aan een bepaalde knop. Dus bij het klikken van zo'n knop zal dan een nieuwe taak op de queue gezet worden om dan die handler te gaan uitvoeren. Nu, daarnaast kan het ook mogelijk zijn om taken toe te voegen wanneer er waarna een bepaalde timeout, bepaalde JavaScript-logica uitgevoerd wordt. Daarnaast kan het ook zijn om taken toe te voegen wanneer een bepaald extern script ingeladen wordt, dus ter uitvoering van dat extern script enzovoort. Nu, dus de engines gaan die taken altijd in volgorde gaan uitvoeren waarin ze toegevoegd worden. Dus altijd first in, first out volgorde. Nu, hier naast mij kan je een illustratie zien van die event loop. Dus waarbij engines gaan itereren over elke taak in die macro task queue. Dus hierbij kan je zien, dus hier een script die uitgevoerd wordt. Daarna een event handler voor het bewegen van de muis, daarna de uitvoering van een timeout handler enzovoort. Dus ja, die queue of die macro task queue vormt dus eigenlijk wel een heel belangrijk element binnen de uitvoering van JavaScript. Naast traditionele andere elementen, zoals bijvoorbeeld de stack die we ook kennen van andere programmeertalen, die een stack zal bijhouden voor de uitvoering van de verschillende functies. Daarnaast hebben we ook de typische heap waar we zullen bijhouden welke objecten er momenteel ingeladen zijn in geheugen. Nu, naast die macro task queue heb je eigenlijk ook een zogenaamde micro task queue. En die is vooral handig als je applicaties ontwikkelt waarbij je wat meer controle wilt hebben over hoe de taken precies gescheduled worden. Het kan soms zijn dat er al een heleboel taken in de macro task queue zitten en dat je misschien rap tussendoor nog iets wilt uitvoeren zonder te moeten wachten tot de uitvoering van al die pending macro tasks. Dus daardoor kan je gebruik maken van zogenaamde micro tasks die eigenlijk uitgevoerd kunnen worden na het huidige macro task event. Dat kan je doen aan de hand van de functie queue micro task, waarbij er een taak wordt toegevoegd in de micro task queue. Nu, die functie wordt typisch ook intern gebruikt binnen engines bij de verwerking van promises en bij zaken zoals await. Nu, dus engines gaan die micro task queue telkens volledig gaan itereren en gaan verwerken na de verwerking van elke macro task. En dit gebeurt opnieuw in de first in, first out volgorde. Dus zoals ik eerder al zei, die micro tasks, daarmee kan je wat gaan spelen van hoe en wanneer events uitgevoerd worden. Dus het is belangrijk om als ontwikkelaar om goed te begrijpen hoe dat die micro tasks en macro tasks precies werken, aangezien dat die wel een heel belangrijke impact hebben op performantie. Nog iets belangrijk om te weten is dat JavaScript altijd gebruik maakt van het zogenaamde run-to-completion model. Waarbij taken altijd volledig worden uitgevoerd worden vooraleer er overgegaan wordt tot de uitvoering van een volgende taak. Dat wordt eigenlijk gedaan omdat dit het makkelijker maakt om logisch na te denken over hoe JavaScript software precies uitvoert. Maar dat komt ook met een belangrijk nadeel en dat is dat het eigenlijk, als je taken hebt die heel lang uitvoeren, zal dit de uitvoering van latere taken ook gaan vertragen. Dat soms nadelig kan zijn. Dus daarom is het beter om die heel langzame en langdurige taken te gaan vermijden en om die op te splitsen in verschillende kleinere taken. En nog een reden waarom dat dit belangrijk is, is omdat de rendering pipeline binnen browsers enkel en alleen opgeroepen zal worden
tussen de uitvoeringen van verschillende macro-tasks. Dus als één zo'n macro-task heel lang duurt, ja, dan zal de rendering pipeline niet opnieuw uitgevoerd worden tot na die volledige uitvoering van die macro-tasks. Dus dat kan in de praktijk dan soms tot haperende gebruikerservaring leiden. Nu, manieren om die blokkerende interactie te vermijden, zijn bijvoorbeeld door gebruik te maken van set timeout en set interval, waarbij je taken kan opsplitsen in kleinere taken door die te verspreiden overheen de tijd. Je kan ook gebruik maken van de functie request animation frame, waarbij je eigenlijk zegt aan de browser om bepaalde logica uit te voeren, dus bepaalde callback uit te voeren, van zodra dit goed uitkomt voor de browser in verband met de rendering pipeline. Als die manieren zelfs nog niet genoeg zijn, kan je ook gebruik maken van zogenaamde webworkers, om eigenlijk JavaScript-logica eigenlijk volledig in een aparte thread of in een apart proces te gaan uitvoeren. Nu, dit komt wel met een aantal nadelen en beperkingen, zoals bijvoorbeeld het feit dat webworkers geen toegang hebben tot de document object model. Maar we komen hier in een latere video nog even op terug. Nu, naast mij kan je een iets volledigere illustratie zien van de event loop, waarbij we dus de verschillende macro-tasks hebben, dus die aangeduid zijn met een rechthoek, en daartussenin de uitvoering van de verschillende micro-tasks. Dus die wordt telkens volledig uitgevoerd, de volledige queue wordt hier verwerkt, en daarna wordt ook de rendering pipeline uitgevoerd.